Hoi, dit is Oscar van Happy Healthy en in deze video geef ik antwoord op de vraag: wat werkt beter? Een vetarm dieet of een koolhydraatarm dieet? Nou, al decennia lang proberen overheden en voedingsinstanties ons eigenlijk te waarschuwen voor vetten. Dat zou namelijk slecht zijn. Vet is dan onze vijand, omdat het ongezond zou zijn en het zou ook dikmakend zijn. En daarom zie je ook in de supermarkt producten met spreuken zoals 0% vet, vetarm, light, etc. Nou, in werkelijkheid wordt er wel vet weggehaald uit zo'n product. Maar als je vet weghaalt uit het product, dan haal je ook smaak weg. En wat ze dan doen om die smaak weer goed te maken, is dat ze er suiker aan toevoegen. En dat is juist hetgene wat dikmakend is. Dus ook het hele idee van dat vet slecht is, dat blijkt ook helemaal niet uit wetenschappelijke studies. Want daar blijken ook een heleboel goede vetten te zijn. En die geven juist een verzadigd gevoel, waardoor mensen minder gaan eten. En ook vetten kunnen ook de vetverbranding stimuleren. Zelfs ook de verzadigde vetten zijn goed. Denk bijvoorbeeld aan kokosolie. Dat kan ook echt de vetverbranding stimuleren en heeft ook veel gezondheidsvoordelen. Dus ja, daarmee heb ik eigenlijk al het antwoord op de vraag verklapt. Want inderdaad, koolhydraatarme diëten blijken veel beter te werken dan vetarme diëten. Dat blijkt uit tientallen studies. En als je grofweg zeg maar alle studies bij elkaar op zou tellen, dan komt er ongeveer op neer dat je met een koolhydraatarm dieet 2 keer zoveel gewicht verliest als met een vetarm dieet in dezelfde tijd. En dat doen ze dan vaak met interventieonderzoeken. Dat is eigenlijk de beste vorm van onderzoek. Dan wijs je eigenlijk een aantal mensen aan die je in 1 groep doet. Dat doe je helemaal random. En dan zeg je tegen die mensen: jullie gaan een vetarm dieet volgen. En een andere groep die gaat een koolhydraatarm dieet volgen. En dat duurt een aantal weken, maanden, jaren. En dan gaan ze de resultaten bekijken van hoeveel kilo's die mensen hebben verloren. En grofweg vallen de mensen in een koolhydraatarm dieet dus 2 keer zoveel af als in een vetarm dieet. En hier zie je een plaatje van een van de studies. Deze studie duurde 12 weken. En je ziet dat elke staaf op dit plaatje is een deelnemer en die heeft dan dus ook gewicht verloren. Helemaal aan de rechterkant zie je het aantal kilo's wat diegene verloren is. En de linkerkant van het plaatje, ja, dat is dus de vetarme dieetgroep. En de rechterkant, de rechter staven, dat zijn de koolhydraatarme deelnemers. Aan deze studie deden ook tieners mee, dus tieners en volwassenen. En wat je duidelijk aan deze grafiek kunt zien, is dat de mensen die in de koolhydraatarme groep zaten meer kilo's hebben verloren dan in de vetarme dieetgroep. En met name de linker staafjes van beide groepen, die zijn wat lager. Dus de tieners hebben wat minder, over het algemeen wat minder kilo's verloren dan de volwassenen. De volwassenen is meer de rechter staven. En je ziet dat er dus ook bij koolhydraatarme groep, vooral aan de rechterkant die staven, dat zijn met name volwassenen. En sommigen hebben wel 20 kilo zijn die verloren in dus maar 12 weken tijd. En dan heb je nog niet eens andere manieren geven om af te vallen, zoals bepaalde manieren van sport of bepaalde dingen die ze moeten eten, etc. Er zijn natuurlijk nog veel meer manieren om meer kilo's te verliezen. Nou, hoe komt het nou dat je eigenlijk zoveel kilo's verliest als je het koolhydraatarme dieet volgt? Nou, als je wil weten waarom dat zo is, ik heb een uitgebreid artikel geschreven waar ik nog veel meer informatie geef over het koolhydraatarme dieet. Je kunt hier naartoe klikken. Dan ga je naar mijn artikel op mijn site. Als je deze video op YouTube bekijkt, kun je ook onderaan de beschrijving op de link klikken naar mijn artikel. En daarin vind je ook een koolhydraatarm weekmenu. Je vindt ook recepten. En dat weekmenu en recepten die komen uit mijn boek, de Afslank Receptenbijbel. Dat is een boek met meer dan 100 koolhydraatarme recepten. En ook 6 weekmenu's. Dus dat is zeker een aanrader om eens te bekijken.
Nou, tot slot, er moet wel een kanttekening worden gemaakt aan het aantal kilo's wat je verliest in de eerste of in de eerste 2 weken van het koolhydraatarme dieet. Dat is namelijk veel water en ook glycogeen. Het is namelijk zo dat je glycogeen is een soort suikervoorraad die het lichaam heeft. En als jij minder koolhydraten gaat eten, dan raakt die suikervoorraad op. En die suikervoorraad die noemen we dus glycogeen, maar die houdt ook water vast. En dat verlies je dan dus. Dus het kan wel zijn dat je heel wat kilo's verliest in de eerste week. Ga dan niet gelijk juichen en springen, want het grootste gedeelte is daarvan water. Pas in de opvolgende weken ga je ook echt vet verliezen. En dan verlies je nog steeds meer vet dan bij de vetarme diëten. Dus ik hoop dat het duidelijk voor je is welke nu het beste werkt. En tot een volgende video. Hey, dit is Oscar en vond je deze video leuk? Klik dan op de like button onderaan deze video op YouTube en abonneer je zodat je meer van deze video's krijgt. Als je een vraag of opmerking hebt, laat deze dan hieronder achter. Ik beantwoord deze altijd persoonlijk en zo snel als mogelijk. Er bestaan geen domme vragen, je kunt me alles vragen wat je wilt. Kijk naar mijn andere video over het koolhydraatarm dieet hierboven, waarin je de 3 mogelijke gevaren ontdekt van een extreem koolhydraatarm dieet. Daaronder vind je een link naar mijn quiz. Hierin kun je jezelf testen en ontdekken wat jouw afslankkuur is. Succes!